Leuk dat jullie er zijn. Ik ga jullie vandaag een rondleiding geven in mijn huis. Kom binnen. Dit is mijn woonkamer. En meestal zit ik hier op deze bank. En dan zitten we hier meestal als we klaar zijn met eten, met z'n allen tv kijken. Meestal kijken we hier met z'n allen Forevermore, dat is een Filipijnse serie. En nog wat andere Filipijnse series. En mijn vader houdt van het nieuws kijken. Wat wij eigenlijk allemaal niet zo leuk vinden. Maar we leven ermee. En dit is een foto van mij en mijn zusje toen we 5 jaar oud waren, als het goed is. Ik ben 10 maanden ouder dan mijn zusje, dus dat verschilt niet heel erg veel. Hier zijn mijn posters. Dit is van The Voice toen we op tour waren. En dit is van Junior Song Festival toen ik overvallen werd. En dit zijn mijn instrumenten. Dit is mijn piano. Toen ik 8 was, toen begon ik met piano spelen. En toen ik 10 was, toen begon ik met gitaar spelen. Maar ik ben niet echt op les gegaan. Mijn vader heeft me dat gewoon aangeleerd. Gaan we nu naar onze keuken. Ik kan eigenlijk alleen maar pannenkoeken bakken, wat ook best wel vaak verkeerd gaat. En dan laat ik jullie nu onze koelkast zien. Wat ik het lekkerste vind is mijn taart, mijn donuts, mijn aardbeien, mijn andere bak donuts en mijn apple flap. Ik ben Filipijns en daar eten we gewoon altijd rijst, dus hier staat dan onze rijstkoker. Dat eten we dus, dat vinden we heel normaal om dan elke avond rijst te eten. Ik heb ook nog huisdieren, maar die zitten in de tuin. Dit zijn mijn huisdieren. Hoi, ik ben Michaela. Ik ben haar zusje. Ik ben Melanie en ik ken Katrina nu 2 jaar. En ik vind het superleuk dat ze meedoet. Ik ben Emily en ik ken Katrina al 10 jaar. En ik vind het heel leuk dat ze meedoet. Dat waren dus niet mijn huisdieren, maar mijn huisdieren zitten hier. Dit zijn mijn 2 konijnen, Maxi en Jordi. Maar Maxi is een beetje onaaibaar. En Jordi valt wel mee eigenlijk. Beneden hebben jullie alles gezien, dus nu gaan we naar mijn slaapkamer. Dit is mijn slaapkamer. En dit is dan mijn bed. Hij is best wel groot, maar dat komt omdat ik hem deel met mijn zusje. En ik slaap dan aan deze kant en zij aan die kant. Dit is dan mijn spiegel. En mijn spiegel heeft lichtjes. Kijk, je kan hem zo aanzetten. En verschillende kleurtjes kan die ook. En je kan hem ook. Dit is dan mijn box. En hier luister ik heel vaak muziek op. Ik luister meestal BTX, Jessie J, Ariana Grande, Bruno Mars, Tori Kelly, Charlotte. Weet je wel, iedereen. Hier heb je dan mijn armbandjes, mijn The Voice Kids poster. Elastiekjes en een paar prijzen, want ik heb gezongen op Filipijnse Independence Day. En hier is dan SpongeBob. Dit is een foto van mij toen ik klein was, waren we in het park. En hier is een beetje een gemene quote, I hope you step on a Lego. Doet best wel pijn trouwens. Dit is met mijn zusje en mijn 2 B-zusjes. Hier is een foto van mij bij Junior Song Festival met alle andere finalisten. Hier heb je een hele rare quote. Home is where I can poop for however long I desire. Dat is wel zo. Dit is dan mijn kledingkast. En hier heb je dus mijn Junior Song Festival jasje. Hier staat achterop Junior Song Festival. En hiervoor heb je dan je voorletter. Iedereen had er zo in. We hebben deze allemaal gekregen. Dit had ik aan met mijn auditie. Deze. En deze ketting. Dit was mijn kamer. Nu gaan we naar beneden. Dit was mijn huis. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doei! Oh ja, bijna vergeten. Vonden jullie deze video leuk? Abonneer dan op het Junior Song Festival kanaal. Willen jullie meer weten? Ga naar juniorsongfestival.nl. Doei.